Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. De titel van deze nieuwe podcast is Zelfrealisatie, de volgende stap in onze evolutie. Mijn naam is Roelof de Vries en ik geef les bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. In zelfrealisatie met een hoofdletter Z. Naast leraar bij de Bewustzijnsschool ben ik ook actief als publiek spreker en trainer over meer bewust leven en spiritualiteit vanuit mijn eigen bedrijf www.roelofdevries.nl. Meer informatie hierover vind je op mijn website. Iedere maand kun je een nieuwe podcast van mij beluisteren via de social media kanalen van de Bewustzijnsschool en via mijn eigen website en mijn eigen social media kanalen. Mijn lessen in zelfrealisatie zijn veelal geïnspireerd en gebaseerd op mijn eigen proces van zelfrealisatie waar ik de afgelopen 10 jaar doorheen ben gegaan. Op mijn 22e ervoer ik namelijk zelf de realisatie van mijn diepere essentie na een heftige persoonlijke crisis en ontwaakte ik in spirituele zin. Inmiddels ben ik 34 en geef ik al 2 jaar les. Deze podcast heet dus Zelfrealisatie, de volgende stap in onze evolutie. Ik denk dat de meeste mensen het woord zelfrealisatie kennen van de piramide van Maslow. De psycholoog Abraham Maslow plaatste zelfrealisatie aan de top van zijn behoeftentheorie. Wat betekent dat het hoogst mogelijk is wat we als mens kunnen bereiken in dit leven. Alhoewel in plaats van zelfrealisatie soms ook wordt gesproken over zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, komt dit voor mij allemaal op hetzelfde neer. Er zijn niet slechts andere namen voor dezelfde ervaring of staat, geheel jezelf zijn en verbonden voelen met iets groters. Soms wordt er ook nog gesproken over zelftranscendentie, waarmee wordt bedoeld dat iemand zelfrealisatie heeft bereikt en vervolgens andere mensen helpt om dit ook te bereiken. Maar voor mij is ook deze staat identiek aan die van zelfrealisatie, zelfverwerkelijking of zelfactualisatie. Het verwijst naar mijn idee allemaal naar hetzelfde. Dus hou ik het graag simpel, ik noem het zelfrealisatie. Waar gaat zelfrealisatie nou precies over? Alhoewel het woord zelfrealisatie al enigszins verklapt waar het naar verwijst, kan ik me voorstellen dat het toch nog vragen oproept. Het woord realiseren betekent zoiets als je bewust worden. Je realiseert je iets. Je zou kunnen zeggen dat je je iets herinnert. Iets wat je vergeten was, maar nu dus weer weet. Het woord zelf verwijst naar onze eigen innerlijke ervaring. Iets of iemand te zijn. Het is onze identiteit. Wie je bent. De vraag die vervolgens naar boven kan komen is: hoezo moet ik erachter komen wie ik ben? Dat weet ik toch al? Ik ben een mens hier op aarde, een lichaam, een persoonlijkheid, met een familie en vrienden. Ik heb een naam, ik heb mijn geschiedenis, mijn werk, mijn voorkeuren en meningen, etc. Dat klopt en dat zal ook zo blijven in dit leven. Maar zelfrealisatie wijst naar de ervaring dat je erachter komt meer te zijn dan dat alleen. Want alles wat je denkt te zijn, of over jezelf weet, is uiteindelijk niet je echte identiteit. Niet je allerdiepste essentie. In spirituele boeken wordt de ervaring van zelfrealisatie ook wel spiritueel ontwaken genoemd. Je komt er plots of geleidelijk achter dat je meer bent dan dat je dacht te zijn. Je oude identiteit, wat we ons ego of persoonlijkheid kunnen noemen, verschuift daarmee naar de achtergrond. En meer centraal komt onze nieuwe identiteit te staan. Hetgeen wat zich bewust is van het ego. In dezezelfde boeken wordt dit vaak de waarnemer of de observator genoemd. Het zijn echter gewoon andere woorden voor bewustzijn. Anders gezegd zou je ook kunnen zeggen dat je je bewust wordt
dat je vaak gevangen zit in je hoofd, in je denken. Je hebt je geïdentificeerd met die stem in je hoofd, die onophoudelijk blijft praten en denken. Ontwaken betekent dat je je bewust wordt van deze stem en ziet dat je deze stem niet bent. Dat het niet je ware identiteit is, dat je dus meer bent dan dat. Dat je vervolgens je gedachten kan observeren en dat je niet aan vast hoeft te zitten. Leuk verhaal zou je nu misschien denken, Roelof. En fijn om te weten dat ik niet mijn gedachten ben. Maar wie of wat ben ik dan wel? Die vraag is niet te beantwoorden met een woord. Maar om toch zo duidelijk mogelijk te zijn, kan ik zeggen dat het ervaren van je diepste essentie een ervaring is van ruimtelijkheid. Je ervaart jezelf als een persoon met gedachten, emoties en gevoelens in een fysiek lichaam. Maar daaromheen ervaar je ook ruimte en diepe stilte in jezelf die voorbij het persoonlijke gaat. Je ervaart jezelf als meer dan dat alleen wat je dacht te zijn. Je ervaart dat dit slechts de oppervlakte is van wie je bent. Wat zijn de voordelen van zelfrealisatie? Op het moment dat je tot zelfrealisatie komt, ervaar je steeds meer ruimte en stilte in jezelf en in je leven. Wat betekent dat concreet in de praktijk? Je zit minder vast aan je gedachten, je wordt minder heen en weer geslingerd door emoties en gevoelens, je kan helderder zien en weet beter wat je wel of niet wil, je kan beter nadenken, je kan ook stoppen met nadenken wanneer het geen nut heeft, je bent minder snel geïrriteerd, je ervaart meer compassie, je bent minder gestrest, reactief en vluchtig. Je kan beter je rust bewaren en afstand nemen en vervolgens bepalen wat je het beste kan doen in een lastige situatie. En niet onbelangrijk, je voelt je meer verbonden met de wereld, met mensen, met de natuur en het grotere geheel. Kortom, zelfrealisatie is de volgende stap in onze evolutie. Maslow zette, zoals gezegd, zelfrealisatie bovenaan in zijn piramide en ik denk dat dat klopt. Voordat je jezelf de vraag gaat stellen wie ben ik eigenlijk en jezelf op het allerhoogste niveau wil ontwikkelen, is het belangrijk dat je een bepaalde stabiele basis hebt gecreëerd in je leven en het nodig hebt meegemaakt aan levenservaring. Tegelijk hoeft dit allemaal niet zo te zijn en zijn het vaak de mensen die in de meest lastige situatie zitten, zoals crisis, depressie of ziekte, die tot bewustwording komen van zichzelf. Zij worden door deze situatie zeg maar gedwongen erachter te komen wie ze meer zijn dan hun gedachten. In Nederland hebben we echter een relatief hoge standaard gecreëerd qua levensomstandigheden. Qua materiële welvaart zijn er weinig mensen die echt moeten vechten om te overleven. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen op zoek gaan naar de antwoorden op de diepere levensvragen. Zelfrealisatie is daarom voor steeds meer mensen de volgende stap. Sterker nog, ik geloof dat steeds meer mensen in Nederland toe zijn om deze stap te maken, of er al mee bezig zijn. Steeds meer mensen willen namelijk bewuster leven. Dan wel uit nood gedwongen, dan wel uit vrije keuze, omdat ze zich verder willen ontwikkelen. Vanuit het grotere geheel is zelfrealisatie, oftewel het ontdekken van je diepste essentie, in ieder geval de volgende stap in onze ontwikkeling als mensen. En de volgende stap in onze evolutie als mensheid hier op aarde. Wil je ook graag meer bewust leven? En ben je benieuwd welke stappen leiden tot zelfrealisatie? Kom dan op donderdag, iedere week, van 5 tot 6:30 naar mijn training Zelfrealisatie, wees je diepste essentie, die ik geef bij de Bewustzijnsschool op de Keizersgracht in Amsterdam. Voor vragen kan je me ook altijd een bericht sturen via mijn website of Facebook of via Instagram. En ter voorbereiding kun je alvast beginnen met het lezen van mijn gratis e-book Hoe word je bewust, die je gratis kan downloaden via www.roelofdevries.nl. En via mijn website kun je ook tickets kopen voor de lessen. Verder kun je ook nog een reactie achterlaten onder deze podcast, die ik vervolgens zal beantwoorden. En voor nu wil ik je verder bedanken voor het luisteren en je aandacht. En tot de volgende podcast.